Hallo allemaal, super leuk dat jullie kijken naar een nieuw video van Familie Lekamp. Vandaag gaan we de troon van Sarah laten uitkomen. Yeah. Ja, want wij gaan vandaag een eigen McDonald's maken in huis. En ik denk dat de kinderen dat eigenlijk ook wel leuk gaan vinden. Denk je? Ik denk sowieso. Die gaan het sowieso leuk vinden. Dus wij gaan het straks helemaal omtoveren. En daarvoor hebben wij aankleding nodig, want we moeten natuurlijk een echte McDonald's look krijgen. En uiteraard natuurlijk ook echt McDonald's eten. Voor die aankleding hebben we alleen één klein probleempje. Onze printer is kapot, misschien al niet gezien laatst in de video van de Mystery Wheel. Ja, daar komt geen gele logo uit. Dus het eerste wat we eerst even gaan doen is een printer halen. Maar wacht. Het eerste wat jullie even moeten gaan doen is even een duimpje omhoog. En vergeet je natuurlijk even te abonneren hieronder deze video. En dan kunnen wij beginnen met deze leuke, toffe uitdaging. Oké, printer, check. Inkt, check. Mondkapje, check. Kassa, check. Let's go. Ja, ze mag één losse McChicken. 20 stuks kipnuggets met zoetzure saus. De gewone wetten? Ja. Wat nog meer? Klein hamburger. En een kleine hamburger. Ja, weet je wat het is, jongens? We worden vandaag natuurlijk ook echte chefs, hè? Echte McDonald's. Dan moeten we ook gewoon even proeven hoe het echt is. Echte chef, die kent zijn specialiteit, hè? Wel goed proeven, hè? Eerst ruiken. Even, oh, anders naar mij. Gaat er een echt zo. Nee. Oké, we hebben nog even wat boodschappen gehaald. Maar wacht even, we gaan even wat doen. We gaan naar Mia's kijken en we gaan niks zeggen. Kijk wat hij doet. Hey. Blijf me aanstaren. Hey, kom gelijk omtoveren. Ja, wij gaan de keuken omtoveren. We zaten te denken om hier een soort bestelcorner te maken. A few moments later. Oké, jongens. Check de tussenstand van de keuken. Dit is volledige McDonald's-stijl gewoon. We hebben drinkbekers, we hebben de pakjes voor de Big Mac, McChicken, voor de kipnuggets, de gewone hamburger, cheeseburger. We hebben tekeningen, speeltjes straks om aan de kids uit te delen. Uiteraard natuurlijk ook patatbakjes. Happy Meals met cadeautje. Ik ga een Big Mac saus maken. Oké, en dit is het resultaat. En natuurlijk ga ik de echte kenner eerst laten proeven. En? It is what it is. Is die, nou, hij is niet vies. Het is geen Big Mac saus, maar het is... Niet helemaal, hè? Ja, maar hij is lekker, hij is lekker. Gaan we ook even... Heb je curry erin gegooid? Nee. Mayo, ketchup. Hij is wel lekker fris. Ik denk straks op een burger. Hij is goed. Hij is te doen. Nou, we hebben hier onze prachtige poster opgehangen. Keuken hadden jullie dus net al gezien. En hier, ja. Ik moet zeggen, zie je onze McDonald's maar een beetje als een McDonald's waarbij het budget op een gegeven moment een beetje op was. Want de printer... Ja, precies. Die doet het dus gewoon. Wat een leukste, gezelligste McDonald's van Nederland, jongens. Ja, precies. En het lekkerste, want we gaan zelfs echt lekker eten maken. Maar goed, printer doet het dus niet. En wat doe je wanneer je geen printer hebt? Dan ga je maar op de ouderwetse manier lekker met de hand aan de slag. Maar we stellen schets, om moeten de kinderen ook nog ophalen. Nou, ik moet zeggen, deze is wel heel mooi gemaakt. Vind je? Ja. Oh, wat gebeurt er? Oh, wacht, ik heb zwart-wit gedaan. Jij hebt zwart-wit gedaan, sukkel. Ik wou zeggen, er komt wat uit. Dat hebben ze als tekening. Want we hebben wel een kopieerfunctie. Wacht, het is hier. Daar komt die. Een kopie van het magnifieke werk van Sarah. We konden geen kleding krijgen van McDonald's. Dus wat gaan we doen? Gaat gewoon zo vlakken en straks. Oh, we moeten ook McDonald's krijgen. Oh. Wow, kijk eens jongens. Hallo daar. Wow, serieus. Hallo. Goedendag, welkom bij de McDonald's. Mag ik uw bestelling alsjeblieft? Serieus, dit ziet er echt uit? Zo, top gedaan, hè? Ja. Hey, maar even nu reactie van de kids. Dev, wat vind je ervan? Leuk. Nou,
dit is het eindresultaat geworden. Ik heb overal een McDonald's logo geplakt. Een McDonald's logo van Sarah. Hey jongens, hebben jullie het ook gezien? We hebben een speciale McDonald's koffieapparaat. Een speciale McDonald's patatjesmaker. En een afzuigkap van McDonald's. Ja, ja, ja. Alles van McDonald's, jongens. Leuke verrassing. Zo leuk thuis komen zo. Ik heb zo'n leuke McDonald's mee gezet. Ja, serieus. Eén keer. Maar met de beugel zo. Lekker. Oh, echt. Dag, ik wil wel een beetje loonsverhoging, want ik ben wel een beetje zat hier, al die ondankbare mensen hier. Goedendag meneer, wat mag het zijn? Een milkshake met McFlurry. Top, komt goed. Dat is dan helemaal top. U mag wachten en uw bestelling komt er zo aan. Goedendag meneer, kan ik u helpen? Wat wilt u hebben? Chocolademilkshake. Oké. Oké, Esther gaat beginnen met de McFlurry. Oh, dit ziet er echt nu al leuk uit. Oké, jongens, pas op. Pas op, veiligheidsbril op. Veiligheidsbril op. Gaat het lukken of niet? Oei, joh, oei, joh, oei, joh. Eén keer. Stop, wat is dit? Oh, dit gaat niet lukken. Jawel, dat gaat wel lukken. Hij wordt te gemakkelijk. Doe, doe, doe. Ik ook hoe blij ze zijn. Dit ziet er zo vet uit, hè? Eerlijk, Esra. Nee, niet zoveel. McDonald's is gierig, Esra. Oh! Nee, Esra. Nee, wacht. Geef hem mij. Zo gaat die machine altijd. Knop aan. Kijk, dan hebben ze altijd alleen die bovenkant geroerd en de onderkant niet. Ja, het drinken komt eraan. En? Welk cijfer? 10. Esra? Ja. Jij krijgt een... Wat ben jij aan het doen? Hallo, niet tijdens werktijd eten. Ik... Nee, niet, doe, niet, doe, nee. Hey, oh, jij weer, hoi. Mag ik je nummer? Ik bedoel, mag ik alsjeblieft van jou een... Oké, 06. Nee, die doe ik. Oké, mag ik van jou... 300. Deze? Ja. Met een... doe maar ijsthee, alsjeblieft. Ijsthee? Ja. Oei. Serieus? Wat een agressie, joh. Hey, oké. Hey, jij bedankt. Ik ga niet betalen. Doei. Oké, Esra, maak jij nu een milkshake? Ja, ik heb wat ijsteen gedaan. Wat melk erbij. En wat van dat chocolade, saus en aardbeidsaus. Even serieus, als je een echte medewerker zoals van McDonald's is, dus ben je direct ontslagen, serieus. Oh. Drink eens, proeven. Taste test. Ja nee, het is gewoon normaal, maar ik wil het gewoon weten. Ja? Ik durf niet te zeggen dat het niet lekker is. Ik hoorde iemand net proeven, ik hoorde zo. En? Deze is echt lekker. Lekker? Yes! En welke cijfer geef je? Een 10? Wat dan? Ja, 9. Oh, 9. Oké. Die is goed, die is goed. Dan denk je even lekker rustig pauze te kunnen houden. Kom je in de tuin. Nee, even zo'n te gekkigheid. Mias, die is wakker, was net aan het slapen. Sel is de jacuzzi aan het leeghalen. En vanuit de hele tuin is Mias hierheen gekomen om bij die slag te gaan staan. Het is natuurlijk wel super lekker warm water, dus dat scheelt. Mias! Kijk die voetjes. Is het lekker? Nou, eens in de 3 maanden ongeveer moeten wij de jacuzzi helemaal leeg halen om het water te verversen. En dat is wat er nu gebeurt. Het is ook wel grappig om de jacuzzi zo te zien. Hoe vind je het trouwens gaan met de McDonald's? Het gaat wel goed, hè? Ik heb al niet gekregen wat ik wil, hè? Ja, jouw eten komt zo. Kan ik ook wel bestellen bij jou nu? Nou, ik heb even pauze nu. 1 in de rij, 2 in de rij, 3 in de rij. Goeiedag, mevrouw. Ja? Duurt te lang. Wie heeft de manager? Roep alsjeblieft voor ons. Ben je geüpgraded? Zeg, ik zie nu pas. Wat anders? Zie je alsof die ander kapot geraakt. Dus ik ben vanaf nu de manager. Oh, oké, dat moet ik wel lief zijn. Okay. Nou, wij wachten allemaal op eten. Ik ben klaar met mijn pauze. Ik ben klaar met bestellen.
Oké, wat neem jij? Wat wil jij? Poep. Hij wil poep. Daar zo. Kom. Lopen, poep eten, gaan we naar de wc. Ja. Ik wist wel dat ik er terug zou komen. Wat wil je hebben? Happy Meal. Ik wil het van poep maken. Oké, Happy Meal en Kim Nuggets. Is goed, komt eraan. En jij meneer, wat wil jij hebben? Mag ik alsjeblieft bij u werken? Ja, is goed aangenomen. Kom maar. Wat is dit? Mag ik alsjeblieft bij u werken? Zo staat hij. Debran, ik ben McDonald's. Mac. Onno, Mich. Meneer! Meneer! Jij bent de meneer! Jij hebt me niet aangenomen, jij moet wachten, jij bent een klant. Big Mac. Ja, ik wil graag een Big Mac. Oké, jongen, wij gaan maken. Twee Big Mac menus en twee Happy Meals. Ben je er klaar voor? Ja! 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 Oké. We gaan beginnen met de Big Mac. Dit wordt de allereerste Big Mac. Dus we hebben broodje in drie delen. Vlees. En dan saus. Hoppa. Dan een beetje sla erop. Hoppa. Zo. En dan de volgende laag. Dan hebben we weer brood, vlees, saus, sla. Dus opnieuw. En het allerbelangrijkste van papa is... augurk. Zo. Dan wel wat extra bij. Wij zijn niet zo gierig, hè? Nou, kijk, doen we die erop? Voilà, onze eerste Big Mac! Top, ik denk hem aan! Ik ben mee aan het kijken, zeggen ze klaar, hè? Volgens mij ben je cheddarkaas vergeten, jongedame. Is dit kaas of niet? Nee. Nee, dit is gewoon plastic! Ja, maar ik wil cheddarkaas! Oranje plastic! Kijk, jongens. Wat doen jullie? Wat moet ik zeggen, oprecht? Hij ziet er wel echt lekker uit. Oh. Kijk. Hij ziet... Serieus, oprecht? High five! Oké, jongens, hij is geslaagd, dus hij mag zijn eigen hamburgers gaan maken. Er komt dan vlees op. Zo. En nog één? Soms een beetje sla. Oké. Okay. Geen saus, hè? Ja, geen saus. Klein beetje. Oké, sla erop. Oh, wacht. Oh. Zo, oh. Kijk eens aan. Dat ziet er goed uit, hè? Oh, mag je eten hier? Zo, manager? Wij moeten proeven. Wij proeven bij deze. Heel goed, om te kijken of het goed is, hè? Ja. Oké, dan gaan we hem verkopen. Als die goed is getest, dan kunnen we weer door verkopen. Maar deze pakken maar mooi in. Die hondetje. Serieus, extra. Echt, elke McDonald's zou zo'n persoon als jou moeten hebben, eerlijk. Zo, de bestellingen zijn geleverd. Ik heb ook een eigen bestelling gemaakt. Kijk eens eventjes, jongens. Oh. Mias krijgt ook zijn eerste Happy Meal. Alsjeblieft, Mias. Je eerste Happy Mealtje. Oh, ga maar kijken. Ja. Ik wil jou helpen, Mias. Oh, hij heeft de kip nuggets. Yay. Echt, dat is zo grappig, toch? En Debra, wat heb jij allemaal? Kijk in de kip nuggets. Zijn ze goed, Debra? Kijk in de kip nuggets. Die hamburg weet wel, hè? Oh, die is een beetje, beetje hardhandig. Mias. En de nuggets. En daar, Mias. Oh, kijk eens eventjes. Mag ik deze hebben, Debbie? Nee. Maar nu het moment van de waarheid. Hoe smaakt de Big Mac? Als de Big Mac expert ga ik even proeven, ja? Hij ziet er wel goed uit, hoor. Ik zeg je heel eerlijk. Uit. Voor de prestatie krijg je 10. Hij proeft echt naar Big Mac. Ja? De saus heeft ingetrokken, echt precies. Echt? Ja. Ik heb oprecht nog nooit kinderen zo blij gezien. Wat heb je gekregen, Irijn? Een tekensetje. Tekensetje. Wauw! Oh ja, moment van de waarheid. Esra, hoe ga jij het vinden? Ga ik net als een echte. Ja, de saus, hè? Alleen dit broodje vind ik iets minder. Ja, vond ik ook matig, maar... Maar de smaak... Ja, is goed, hè? Deze is gruwelijk lekker, echt. Ja, we hebben lekker gegeten. Mia's en ik hebben alles hier zo schoongemaakt, zoals je kan zien. Hé, hey, alles is opgeruimd en schoon. Ja, mijn dienst zat er ook op. Ja.
Dus ik moet zeggen, ik vond het echt zo veel lekkerder smaak. Ik vond het ook geslaagd, ik zeg het je eerlijk. Wij gaan dus hierbij ook de video afsluiten. Het is klaar met de McDonald's avontuur. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Even een duimpje omhoog als je dat niet had gedaan. En natuurlijk te abonneren als je dat niet had gedaan. Dan zie je de volgende keer weer bij een nieuwe video. Bye! Oh ja, en een kusje van Mimi. Mwaaah.